Ja, hallo dames en heren, wij zijn weer bij een nieuwe voorspelling. Komende zondag, Ajax, Feyenoord. Wij gaan vragen de conference wat ze ervan vinden. Let's go! Zondag staat Ajax Feyenoord op het programma. We zijn hier, wat gaat het worden? 3-1. 3-1 voor Ajax, ja. Wie gaat scoren? Je moet toch vertrouwen aan toch die Feyenoord jongens. Maar kijk, luister Lucas, kijk. 3-1, wie gaat scoren? Tadić gaat 2 keer scoren. En een promes. Jij vis. 1-0. Wie? Zie ik. Je moet toch een beetje vertrouwen toch in die boys? Nee. Maar kijk, luister. Ik vind Ajax op dit moment zo goed spelen. Ik vind ze een beetje te slordig de laatste tijd. Je moet toch vertrouwen toch in die boys? Zondag. Ajax Feyenoord. Wat gaat het worden? 3-1. 3-1. Wie gaat scoren? Promes 2 keer. En een Veldman. 0-0. Je moet toch een beetje vertrouwen terug in je boys, Pinkwink. Ja, maar Ajax speelt niet zo goed. Ik denk dat het dus 0-0 wordt. Maar hoezo 1-0, jongens? Weet je, Ajax heeft de laatste 3 wedstrijden telkens maar 2 keer gescoord. Dus ik vind het daarom jammer. Oké, jongens. Jullie hadden de vorige keer, Ajax PSV goed. Wat gaat het nu worden? Ajax Feyenoord. We zijn hier thuis. Wat gaat het worden? 3-1. 4-2. Zo! Je moet toch vertrouwen hebben toch in die boys? Ja, maar ik zeg ook 3-1. Wie gaat scoren voor Ajax? Sinner. Promes Tadić. Vanaf de stip. 4-2. Oké. Okay. Jongens, zondag. Ajax Feyenoord. Wat gaat het worden? We zijn hier thuis. Wat gaat het worden? 3-1. Hier 3-1, nee 3-0. 4-2. Zo, dat is een verrassende uitslag. Fuck man. Ik trek alvast mijn Feyenoord shirtje af, want dan weet iedereen het. Succes. Ja, wacht even, kijkers. Ik zie mijn fijne shirt niet, kijkers, maar zonder fijne shirt is het niet erg. Nou, jongens, zondag is het Ajax Feyenoord. Wat gaat het worden? 3-1. Weer 3-1. Ja, ik zeg gewoon 3-1. 2-2. Ja! Hier is een gelijk spel. 2-2. Wie gaat scoren? Berghuis. Toornstra. Ziyech. Huntelaar. Nou, vitamines. Zondag. Ajax tegen Feyenoord. Wat gaat het worden? 1-1. 1-1! Het is 1-1! Ja, kijk eens. 1-1. Oh, gelooflijk. Nee, hoor. Sorry hoor, 5-1. Zo! Nee, hier, ga kijken, het is toch van de Inkelmond. Oké, zondag. Ajax Feyenoord, jongens. De klassieke Ajax Feyenoord in Amsterdam. In Amsterdam? Ja, in Amsterdam. Gaat het worden? 2-1. 2 naar Ajax, wie gaat scoren? Tadić. Promes. Jij? 1-2. 1-2. Oké. Wie gaat scoren? Berghuis. Nou, ik weet helemaal niet zeker. Je moet toch vertrouwen toch in Feyenoord, jongens? Spelen tegen Young Boys in de Europa League. Maar ik heb er geen vertrouwen meer in. Ik vind het toch jammer. Ik zeg 1-1 weer. Nou. James P. Sullivan en Luigi. Sonic is op dit moment afwezig. Je hebt buikpijn. Dus ja. Wat gaat het worden? Ajax Feyenoord. 2-0. 2-0, wie gaat scoren? Promes. Marien. Vorige keer zei hij 0-4 met Nederland Noord-Ierland. Laat ik een 4-0 Ajax neerzetten. Oké, kijkers, dat waren alle voorspellingen
Nu met jullie hebben gekeken. Ajax Feyenoord. Tot de volgende keer. En we zien zondag wat het is geworden.